Het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 mei worden de Nationale Molendagen gehouden. Vereniging Doorlandse Molen heeft dit 40 jaar geleden opgericht. Molen is typisch Nederlands. Veel mensen denken dat die in Nederland uitgevonden is. Dat is niet waar. We hebben hier geïmporteerd op een gegeven ogenblik. Maar omdat de windmolens hier erg nodig waren, een vlak land. In andere landen heb je veel watermolens, veel bergen, dus stromende rivieren. Maar hier met windmolens. En hier is dus op een bepaald moment één model windmolen binnengekomen. En er zijn wel 10 modellen van gemaakt voor verschillende functies. Denk met name aan de poldermolen. Voor het droogmalen van de polders heel belangrijk. Maar ook de papiermolen. Nederland is een heel belangrijk papierland geweest in het verleden altijd. En uiteraard de korenmolen voor het malen van het graan. Dit is een beltmolen. Dat wil zeggen dat er vroeger lag er helemaal rondom een bult grond eigenlijk. De belt waar vanaf de wiekers opgezeld kunnen worden. We hebben dat onderhoud en alles erbij. Dus en van onderuit kunnen ze erin. Vroeger kwamen ze een paard en wagen. Konden ze door de invaart naar binnen komen. Waardoor het graan naar binnen konden brengen. En dan hadden we meel weer mee terugnemen. Wat deze molen zo bijzonder maakt. Als molen niet heel veel bijzonders in vergelijking met andere molens, want het is gewoon een korenmolen. Wat er wel bijzonder aan is, is een beetje in de omgeving hebben we een mooi standbeeld staan, het Nationale Molenaarsmonument. Maar als molen zelf is het eigenlijk gewoon een molen die je op veel plaatsen zult kunnen vinden. Met name hier in de regio, gebouwd rond 1900. Toen speciaal voor veevoer, omdat er veel meer beesten in de omgeving kwamen en behoefte aan veevoer was. We hebben in Nederland niet zo heel veel molenaars, er is altijd nog een tekort aan. Wij zijn hier rijkelijk bedeeld met vier vrij jonge molenaars eigenlijk nog, wat dat betreft. Eén molenaar is sinds kort instructeur geworden. Dus wij hebben ook een leerling molenaar hierbij lopen. Die komt één keer in de twee weken, dus zondags ook mee hier, om hier het kunstje van molenaar te leren. Helpt het voor het behoud van de molen dat de molen ook nog in gebruik is? Want jullie malen nog steeds? Ja, absoluut. Nou, wij malen hier wel, maar niet zo heel erg veel, maar we malen wel. Maar zeker elke machine die stilstaat en zeker een machine die geconserveerd is van vooral hout, ja, dat leidt enorm als je er niets mee doet. Dan alle weersinvloeden erop, hè, want wij moeten bijvoorbeeld zowel zomer als winter altijd nagaan of alle wiggen van de tandwielen goed zijn aangeslagen. Zou je dat niet doen, dan gaat het vervallen op een gegeven ogenblik. Absoluut, gewoon draaien met de molen. De molens zijn gratis te bezoeken. De molenaars willen graag aan de mensen laten zien hoe het vroeger ging en hoe mooi het eigenlijk is. Voor kinderen is het altijd heel erg leuk. We draaien hier bijvoorbeeld ook een scholenproject met kinderen van 9 à 10 jaar, groep 6. Die vinden het altijd ontzettend leuk. Maar ook voor de ouders. En met name zou ik ook willen zeggen, een heleboel vaders zijn toch technisch geïnteresseerd in wat er allemaal is. En dan kun je even kijken naar een molen en dan zie je hele oude technieken die vandaag de dag nog uitstekend functioneren. Maar het is ook erg mooi om te zien het geheel. Dus voor iedereen zou ik zeggen, het is een aanrader. Beide dagen zijn we open. Zaterdag is het terras open, een luchtkussen erbij. Dus alle gezelligheid en als molenaars zijn we hier zodat we een rondleiding kunnen geven door de molen. Zondags hebben we nog een expositie van Keldonkse hobbyfotografen erbij. Niet alleen onze molen is natuurlijk open met de Nationale Molendagen. We zijn met de Leest ook aangesloten bij de Peelandse Molenstichting. Dat is een platform waar molenaars en moleneigenaren elkaar kunnen ontmoeten. Totaal 22 molens bij aangesloten. In een ovaal zeg maar vanaf Gemer tot onderaan Asten. En van die 22 doen er 19 mee met de Nationale Molendagen. Wil je een keer buiten Laarbeek naar een molen? Dat kan. Kijk dan even op peelandsemolenstichting.nl en dan vind je een lijstje van welke molens open zijn. Als er wind is, dan is je een bedrijf.